Na de wedstrijd Sportlust tegen Volendam staan we met aanvoerder Martijn Jansen. Martijn, als eerste gefeliciteerd met je 3 punten. Heerlijk. Terug van een blessure, dat moet toch een goed gevoel zijn? Zeker, ja. Ik had er enorm veel zin in. Ik was eigenlijk weer mee aan het trainen toen de winterstop begon. Dus ik ben in de winterstop nog met Ron van Meij hier nog wat wezen trainen. En daarna op trainingskamp weer volop mee kunnen trainen, de wedstrijd mee kunnen pakken. En vandaag weer mee kunnen voetballen, heerlijk. Hoe is het trainingskamp bevallen? Ja, heel goed. Heel goed. Ik denk dat we heerlijke omstandigheden hadden. Een goed hotel, goede trainingsomstandigheden, heerlijk weer. En daarbij hebben de jongens zich ook gewoon goed gedragen. Ook aan de afspraken die er om een trainingskamp zijn, zonder gezeur. Waarbij iedereen gewoon goed met elkaar om is gegaan en door elkaar heen. Dus het was een heel goed trainingskamp. Is de wedstrijd van vandaag een resultaat van het trainingskamp? Wel denk ik. Ik denk dat we 5 dagen gewoon goed getraind hebben. Goede oefenwedstrijd daar neer hebben gezet. En we waren gewoon fit. En dat is wel belangrijk. Hoe heb je als speler de wedstrijd vandaag beleefd in het veld? Ik vind de weersomstandigheden maken het soms wel wat lastiger. Met de wind en een heel nat veld, waardoor de bal gewoon heel snel gaat. Maar ik denk dat we de eerste helft bij Vlaag mooie dingen hebben laten zien. Maar een aantal fasen ook wel een beetje slordig aan de bal. Maar voor rust moet het denk ik eigenlijk al gespeeld zijn. Ik denk 3-4-0 dat ik dan niet zo heel veel gekke dingen zeg. Na rust denk ik dat we snel die 2-0 maakten voor mijn gevoel. 3-0 volgde daarna en we zijn eigenlijk niet echt in de problemen gekomen. Viel Volendam je tegen of was het juist het goede spel van Sportlust wat er boven toon voerde? Misschien een beetje van beide, maar Volendam viel mij wel een beetje tegen als ik eerlijk ben. Ik heb de laatste 10, 11 jaar wel een aantal keer tegen hun gespeeld. Ik vond het altijd wel een stug vervelende ploeg, zeg maar. Dat heb ik vandaag niet echt gezien. Maar ik begreep ook dat het een hele jonge ploeg is die zij nu hebben. En dat zag je op momenten wel terug, denk ik. Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop met 3-0 winnen. Dat moet toch een goed gevoel geven? Zeker. Ja, de eerste wedstrijd na de winterstop weer gewoon winnen. Dan kom je weer een beetje in het ritme. En we moesten hem eigenlijk ook winnen om weer aansluiting te vinden bij de bovenste 2 nu. Wij staan derde. 3-0 en eigenlijk is 3-0 eigenlijk echt wel te mager. Ik zei net in de kleedkamer, als het 6-7-0 is, dan overdrijf ik echt niet voor mijn gevoel. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Even over het spel in de tweede helft. Dan zie je toch een paar momenten. Ja, dat hebben we voor de winterstop nog niet gezien. Hè? Een goed aanvalspel. Mensen in duels winnen. Mensen goed wegsteken. Ja. Is dat het spel wat we de tweede helft van de competitie mogen gaan verwachten? Dat hoop ik wel. Nee, inderdaad zat een aantal keren mooie combinaties tussen. Maar ook wel scherp op de counter. Dat we gelijk iemand weg kunnen steken. En dan waren we eigenlijk gewoon gelijk 1-1 of een goede kans die eruit kwam. Laat het een voorbode zijn voor een hele mooie tweede seizoen zelf. Ja. Nou, laten we daarvan uitgaan. Nogmaals gefeliciteerd met de 3 punten. Dankjewel. Volgende week lekker naar Urk en dan gaan we elkaar daar wel weer zien. Precies, fijn weekend. Goed weekend.